Een met een heilige Birmaan. Een heilige Birmaan? Ja. Good morning, het is maandag en wij gaan zo meteen weer filmen voor de Next Boy Girl Band. Maar ja, we zijn even pannenkoeken aan het bakken. Want daar hadden we vet veel zin in als ontbijt. Pannenkoeken met kaas. Nou, dat vind ik echt het allerlekkerste wat er bestaat. Niet normaal. En gisteren was het natuurlijk weekend, dus toen hadden we dat gemaakt. En nu hadden we nog beslag over. Dus we dachten, ja, waarom niet? En we zijn er nu ook wat extra aan het bakken. Maar dan kunnen we die meenemen naar het draaien als we honger krijgen. Vita die gaat ze even inpakken. Aan de schaal. Deze geweldige pannenkoek. Die wij gaan opeten als lunch. En ondertussen zijn we Monica aan het kijken. We moeten weer het hele land door. Duitsland vandaag. Moeten we zo ver. Oh my god, ik ben net op tijd. Dit ding brandt bijna aan. Oh, gelukkig. Ik ga wel even rijden. Oké. Even op vakantie houden. We zitten veel te vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie houden. We hebben één item erop zitten. Ja. Ging hartstikke goed. En we waren net in Vleuten. Hoe heet het? Vleuten. 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 Bij Utrecht. En we rijden nu naar een soort boerderij. En dat zit in De Klomp. De Klomp heet het ook. Gewoon ja. Boerser kan niet. Best wel heftig. Boerser. Boers, onze naam. We gaan daar dus nog een item schieten. En dan zijn we klaar. En ook heel leuk, deze week wordt het elke dag iets van 30 graden. Ja. En deze week hoeven wij alleen vandaag te filmen. En dus, vrijdag op kantoor. Ja, en vrijdag op kantoor. Maar we hebben dus besloten, omdat we niet echt op vakantie gaan, dat we gewoon vakantie in eigen land doen. We gaan elke dag naar het strand. Ja, sowieso. Sorry, ik ben nu alleen aan het volgen. Volgens mij weet hij niet helemaal waar we heen moeten. Oh, we zitten seinen, hoor. We zitten seinen. Zitten seinen, die alleen. Oh, we hebben allemaal een beetje honger. Ik heb zo... Nou, we hebben wel weer even een pannenkoek gegeten, want we hadden er meegenomen, ook voor Anne en Michael. Ja. Want wij zijn niet gierig. Nee, we zijn niet die gierige bitches, weet je. Maar... Wij shedden alles. Ik heb zo'n zin. Nou, ik ben gewoon toe aan vakantie. Ik moet even op vakantie houden. Ja. Dat is gewoon mijn lijflied nu, want ik voel me echt zo. En nou ja, zoals Elise al zei, het wordt fucking mooi weer. Ja. Dus kan echt niet vakantie hier. Ja, we zijn helemaal fan van Lil Kleine opeens. Vooral door dit lied Vakantie. Dat draaien we 86 keer per dag. Ik ben benieuwd wie van jullie ook fan is. Ik denk dat er heel veel fannetjes zijn. We zijn even een pitstop hebben we gemaakt. Want we hebben allemaal best wel honger. En er is echt gewoon helemaal niks. En aangezien we ook naar nu naar een boerderij gaan rijden, er is ook niks. Jezus. Wat? Moet het hier erin? Ja, inderdaad. Het gaat gewoon naar de burger. Nee, je hebt hier meerdere dingen. Nou, we zijn nu aan het lunchen. Michael heeft 4 eieren. En dat is echt unreal. Ja, dat is niet normaal. Ik heb een tosti am kaas. Ik heb een tosti caprese. Enjoy, guys. Eet smakelijk. Ik wilde bijna slaap lekker zeggen. Slaap lekker. We gaan nu naar de tweede locatie en ik zie gewoon koeien in een weiland. Oh nee. My god. Nee. Het is gewoon een boerderij. Worden wij vermoord? Ik weet niet of dit goed is. Oh. Hij zegt nu dat we midden in het veld rijden, maar dat klopt niet eens. Paarden? Ik denk dat we wel daar naar rechts hadden moeten. Oh mijn god, we zijn er en we staan naast een tractor geparkeerd. Ja, het is... Ik krijg een beetje Texas Chainsaw Massacre. Ja, we zeiden ook net al tegen elkaar, stel je voor dat je hier dus in je eentje op het huis moet passen. Hoe eng dat is. Nee, ik kan twee niet weken gedaan. Lang. Doodeng. Nou, we gaan aan de bak. Tot zo. Nou, we zijn weer thuis. Van de hele dag draaien. En ik heb even een kilsnoepje genomen, want ik heb echt nog wel een beetje dat ik denk, voel me nog niet helemaal 100%. En ik ga nu naar Leon en Mathieu, twee vrienden van mij. En die hebben een klein nieuw poesje. Dus die ga ik even bewonderen. Ik heb er zoveel zin in, want ik mis echt een kat in mijn leven. En nu kan ik er gewoon een knuffelen straks. En nog een kleine. Die zijn gewoon het leukst. Alright.
Hi! Ik ben hier bij Leon en Mathieu. En we hebben net heerlijk gegeten. Kaasplank. Een kaasplank met een salade en wijn. Meer heb je niet nodig. Maar gin moet even komen. Maar gaan wij naar gin toe? Ja, is goed. Laat hem maar hier naartoe komen. Laat gin maar hier naartoe komen. Het is het allerliefste poesje wat ik ooit heb gezien. Oké, we gaan naar toe. We gaan naar gin toe. Oh my god. Hallo. Hey gin. Hi. Heb je blauwe ogen zien? Ja hoor. Hoi. Onze blonde tiger met een blonde tiger. Ik heb wel mijn poesenschoenen aangetrokken. Speciaal voor Jim. Hé, Ginny. Oh, maar die zwarte oortjes ook. Maar wat voor ras is dit? Het is een heilige birmaan. En wat? Ook heilige birmaan. Een heilige birmaan. Ja, het ook, daarom heeft hij ook witte voetjes. En blauwe ogen. Jullie hebben gewoon een heilige kat. Ja. En hij vindt Britney ook helemaal te gek. Ja. Wordt hij heel zen van. Met jullie. Nou, ik zit even creatief te doen op de trap. Even een nieuwe hoek. Ik ben nu Koos make-uploos. Zoals jullie wel zien. Godverdomme zeg. Wat een hoofd. In ieder geval, ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Dus vergeet je niet te abonneren. Duimpje omhoog. En te commenten. En dan zie ik jullie morgen weer.